Hoe ben je hier eigenlijk bij betrokken geraakt? Mijn mama die heeft ook in een film van Dorothee meegedaan, in een meisje. En toen dacht ze van hoe zou het met haar gaan en toen had ze haar opgezocht op internet. En toen zag ze die aankondiging staan van we zoeken kinderen voor de film Rosie en Moussa. En toen heeft ze aan mij gevraagd of ik daar mee wou doen en toen had ik ja gezegd. Dat is zo op zich een verhaal apart, zo van de mama die eerst een film doet met een regisseuse en dan de dokter. Ik vind dat op zich al een heel mooi verhaal. Ja, dat is ook heel toevallig. Het is niet helemaal toevallig. Maar dat ik dan juist gekozen ben, vind ik wel heel toevallig. Je lijkt wel op elkaar, hè? Zo. Ja. Maar ik zal niet de eerste zijn die dat zegt. Ja, veel mensen zeggen dat. Ja. Heeft ze jou veel verteld van hoe dat zou gaan? Nee, dat heeft ze niet echt verteld. Ze zei wel dat het heel vermoeiend ging zijn. En is het ook? Ja. Ja? Ik ben wel heel rap moe. En wat is er nu moeilijk aan acteren? Zo voor een camera? Ik vind dat niet zo moeilijk. Ik snap ook niet waarom ik plots moe word, maar op een bepaald moment begin ik zo pijn te krijgen in mijn benen en dan word ik echt helemaal slap. Je mama was eigenlijk en is eigenlijk danseres. Ja. En dat was een danseres die acteerde. Ben jij ook danseres dan? Of, Nee. Ah ja. Ik vind op zich van mezelf dat ik niet goed kan dansen. Ah ja. Ja. Dus jij bent meer een actrice eigenlijk? Ja. Ja, ja. En je wil dat blijven doen? Ja. Waarom? Wat vind je daar zo spannend aan? Om actrice te zijn. Ik vind dat leuk om te acteren. En ik vind op zich van mezelf ook dat ik dat redelijk goed kan. Maar ja, ik vind dat leuk om te acteren. Dorothee, hoe is die? Ik vind haar heel grappig en ook leuk. En ik kan het goed met haar vinden. Ja, dus ik heb jou veel vroeger gevraagd. Weet je de goede truc om nergens vandaan te komen? Kan je nu iets vertellen over het verhaal? Wat wordt er eigenlijk verteld? Het verhaal gaat over Rosie die een gewoon leven heeft, maar op een dag komt haar vader niet meer terug en haar mama wil nooit zeggen waar haar vader blijft. En dan verhuizen ze naar een appartement. En Rosie wil dan ontdekken waar haar vader is. En ze heeft Moussa ontmoet en dan wordt het hele goede vrienden. En wat er met haar vader is gebeurd, ga ik niet zeggen. Ah ja, jij weet het. Ja. Ah ja, ja. Ah ja, maar dat is eigenlijk het einde dan van de film. Of ja. Ja, ja, ja. Allee, ik zal u laten. Zeg, bedankt hè. Ja. En tot op de première. Dag. Alles over de Belgische cinema op cinefox.be.